Do you wanna build a snowman? Whoa, check dat kasteel. Holy guacamole. Yo, mensen van Nodo. Welkom bij weer een nieuwe video, namelijk bij Skyblock van Abrodo, waar ik jullie Skyblocks bekijk op play.dodocraft.nl, mijn Minecraft-server. Oeh, het is zo mooi. En vandaag zijn wij... Welkom, wij zijn de makers van het ziekste eiland van een kijker ooit. Oh my god, heb ik dat gezegd? Dat is een quote van mij. Dat klinkt wel eens iets wat ik zou zeggen. En van het... Nummer 2 eiland van Skyblock 3 in de automatische potion maker presenteren vol trots Disneyland. Hey, Disneyland is wel leuk. Durp lekker rond over dit eiland en geniet ervan. Geen machines, alleen bouwwerken en wat muziek. Om Haaks piratenschip te verlaten, loop dan in Peter Pan stijl van de plank af. Of vlieg, als je het echt in Peter Pan stijl doet. You can fly! PS, zorg dat jouw geluid aan hebt staan, inclusief de bloks. PS 2, het eiland is bijna af. PS 3, ik geef niet zomaar gratis stuff weg. Ah, shit. Daar wordt namelijk irritant vaak naar gevraagd. Oh ja, dat is wel heel zuur. Ik geef wel gratis stuff weg. Alsjeblieft, hier heb je wat arrows. Woe! Heerlijk. Oké, dus wij moeten het geluid aanzetten. Dat moeten we even hier doen. Doen we vandaag wel even iets harder. De bloks staan ook aan. Ik moet mijn geluid ook wat harder aanzetten. Nou, dit moet op zich wel... hoorbaar zijn voor jullie, hoop ik. En anders, blame de editor. Ik heb hier helemaal niets mee te maken. Dus we zijn nu al meteen op Haaks piratenschip. Dat is wel nice. Dit zijn dingen die je moet zien. Following the leader. Do you wanna build a snowman? Let it go. Let it go. And this is Halloween. Die ken ik niet. Alhoewel, A Nightmare Before Christmas ken ik volgens mij wel. Alright, en hier hebben we nog meer dingen die je echt moet zien zijn. Het piratenschip uit Peter Pan, daar staan we op. Elsa's ijspaleis uit Frozen, de toren uit Rapunzel, de grotten uit Aladdin, Gold's antiekwinkel uit Once Upon a Time, die kan ik me ook volgens mij wel herinneren, de bibliotheek uit The Beauty and the Beast en het kerkhof van A Nightmare Before Christmas. Holy guacamole, er zijn mensen die flink bezig zijn geweest op dit eiland. Vind je dat nou tof? Knal even dat duimpje omhoog als je vindt dat ik dit soort video's meer moet maken. Wouter, mag Irene een Elytra? Want die is ze kwijt. Please, ik geloof er helemaal niets van. Want je kan volgens mij niet eens Elytra's hier krijgen. Dus ja, dat wordt lastig. Maar wie weet in de toekomst. Wie weet? Wie weet? Ik zie volgens mij het Frozen Island al. Zo, ik dan op zijn minst wel. Ik ga wel een Elytra aantrekken. Dat ik in ieder geval wel kan vliegen. Elytra! Het klinkt alsof ik Elytra zeg, mijn vriendin. Haar naam. Nee, dat is trouwens niet haar naam. Dat is haar gamernaam. Dude! Trek het aan. Oh, hier moet het. Sorry. Oké, we gaan gewoon vliegen. Do you wanna build a snowman? Wow, check dat kasteel. Holy guacamole. Speelduur 2 seconden. Hi, I'm Olaf. I love warm hugs. Oh. Hey, die kennen we. Oh. Wat doet dit? Oh, dat doet gewoon niets. Meer muziek in het ijskasteel. Oh my god, het is gewoon echt een... Alsof je Disneyland zelf bezoekt. Wat zie je? Gebaseerd op de Frozen Adventure Map. Flink verbeterd door Like a Badass. David, super thanks voor dit project. Oh, die is de leider ofzo. Elsa's Place Frozen. Bouw in 3 juli tot en met 9 juli. Oh my god, dat hebben ze best snel gedaan. Speelduur 32 seconden. Alleen het refrein. What? Let it go. Bladmuziek van Joyce. Holy shit. Oké. Hey, ik hoop dat jullie het horen. Anders zit ik heel raar te bewegen. Oké, dat was even... yeah. Zo vet dat dit gewoon in Skyblock gemaakt is. Daar moeten jullie echt wel een duimpje voor omhoog geven. What the heck. Ik kan niet meer praten. We gaan even het kasteel bezoeken. Oh, so sick. Balkon omhoog. Oké, we gaan. Dit had echt zo'n adventure map moeten zijn. Misschien moet ik deze man gewoon
een adventure map voor me laten maken voor kerst of zo. Dat lijkt me echt heel tof. Waarschuwing, zonder beschermende kleding is het levensgevaarlijk om van het balkon af te springen. Ik denk zelfs als je beschermende kleding aantrekt, dat het dan ook al levensgevaarlijk is. Het ziet er wel mooi uit. Oh, het is ook nacht geworden. Ik vind hem mooi. Ik ga meteen naar beneden springen. Super, wow. Super ziek gemaakt, man. En dan komen we meteen bij, ik denk, Aladdin? Links Rapunzel, rechts Aladdin. Ja! Prins Ali, di, alia, boa. Café, of nee, café. Cave of Wonders. Goed zo, Wouter. Deel 1, het tijgerhoofd. Oh ja, ik weet nog wel. Die kwam dan volgens mij uit het zand of zo. Die ging dan open en dan moesten ze daarin lopen. Oh, dit is zo vet gemaakt, hè. Deel 2, de afdaling in de grot. Woe. Ik mis alleen de muziek, de Aladdin muziek. Die vind ik echt super leuk. Oh my god, schatten. Yes, we hebben de schat van Aladdin gevonden. Deel 3, de schatten. Hey. Wauw. En bedenk, wow, oké, bedenk heel even dat dit dus niet creative is, hè, mensen. Dit is dus gewoon gemaakt in Skyblock zelf. What the heck. Deel 4, de lamp van de geest, links, en de val is rechts. De val kan ik me niet herinneren. Hierop ligt een prachtige, grote, dure rabijn. Oké. En wat houdt dat in? Dit is Abu, het aapje die de robijn wil pakken. Oh, ik kan me het niet meer herinneren. Ik heb dat dus allemaal gekeken toen ik echt super jong was. Nu ben ik super oud. Hier ben een beetje parcours. Hey. Wat is dit dan ook weer? Ik kan me wel herinneren dat hij iets moest pakken en dat het daarna allemaal weer ging instorten en met zand omhoog kwam en zo. Oh. Hoe moet ik hierheen? Hierop dan? Ja. Dit is de magische olielamp van de geest. Nice. Ik zie het, hij schijnt ook mooi omhoog. Ik vind het echt ziek dat dit gewoon in Skyblock is gemaakt. En ik las op mijn Skype dat het... wat de heck hoor ik? Voor de OP cheaters. Ah. Dat dit voornamelijk volgens mij onder leiding was van David Dekker. Dus wat ook... wat ze eerder zeiden. Zeiken, wat? Dat Irene dus bedankte dat zij de Frozen kasteel kon doen. En volgens mij heeft hij het een beetje gecoördineerd. Het ziet er in ieder geval echt heel vet uit. Waarschuwing 1. Parcours is op eigen risico en let op de kans dat je sterft. Dat is eerst groot, ja. Dat is wel een hele goede waarschuwing. Waarschuwing 2. Er komt geen vliegend tapijt jou redden. Cheaten mag, de prijs is toch waardeloos. Humor. Dikke, dikke vette plus 1. Oké, ik ben echt bang. Kom op, ja. 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 Kom op. Ja. Snel. Oh my god. Oh, oh, cheater mag, cheater mag. Yay, wat is de prijs? Van harte gefeliciteerd, je hebt het gehaald. Pak je prijs op door op de trapwire te gaan staan. Oké, wat is mijn prijs? Oh my god, dit is een stone blokje. Oh. Wow, dat is wel heel lullig. Dat is wel heel lullig. Mensen, pas op als je hier komt. Oké? Okay? Pas goed op. Altijd als je op Andermans eiland bent, is natuurlijk eigen risico. Maar let gewoon goed op. Hier is de val. Wow! Hey. 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 Waar zijn we nou weer? Wat is dit nou weer? Gold's Antiekwinkel in Once Upon a Time. Bouw 4 september tot en met 21 september. Ontwerp is van Farah's. Oké. Okay. Ja, ik ken die dus niet. Geniet van alle zeldzame items in deze antiekwinkel. Links, credits naar sponsoren. Rumpelstiltskin. De Dagger. Magisch drankje verkrijgbaar bij Carnaval. Oh, hé, hey, die ken ik wel. Sponsoren. Nou, het zijn allemaal sponsoren. Oh, en daar hebben ze ook nog de Nether. Zouden ze ook nog iets in de Nether hebben? Laten we gewoon kijken, jongens. Wow. Wil je deze farm ook maken? Kijk dan op het forum de tutorial. Kijk, deze dude, David. Dankjewel, man. Jij hebt zoveel bijgedragen aan het forum en aan dit. En dat mensen gewoon langs kunnen komen. En dat je mensen helpt om iets te bouwen. Super dope. Alleen het geluid staat veel te hard.
Dus zetten we even iets zachter. Maar echt, dikke plus 1 naar jou. Ik vind het zo tof als mensen ja, iets leuks maken. Ik bedoel, de server is ook gewoon een platform waar je zelf kan beslissen wat jij ermee doet. En het zijn natuurlijk ook de spelers, jullie, die het groot maken en die het gezellig maken. Ik bedoel, hoe vaak wij wel niet karaoke hebben op een teamspeak of nou ja, dit soort projecten. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt heel tof dat jullie zo actief ermee bezig zijn. Ik ga hier even naar boven. Mooie antiekwinkels. Ze hebben ook alle special events. Ze waren er met carnaval. Ze waren er met kerst. Met Sinterklaas. Oh, we gaan ook weer echt leuke dingen doen met kerst en Sinterklaas, jongens. Oh, ik heb echt zin in al die dingen voor de server. Ik moet dus even hier omhoog, denk ik. Of kan ik hier gewoon uit? Nou, ik kan er gewoon uit. Ik repareer het wel hoor, maak je geen zorgen. De hek zit daar beneden. Oh, dus dat Chorus Fruit. Chorus Fruit, Chorus Fruit. Daar zien we de liedjes. Daar zien we nu de liedjes. En wat hebben we hier? De toren uit Rapunzel, tussen haakjes Tangled. De bouw op 1 augustus. Is nog steeds niet klaar. Ontwerp is van David. Tangled in MC. De uitgang. Oh, ik hoor zombies. Is dat de vrouw die is opgesloten hier? De prinses. Ik weet, ik kan me ook niet echt herinneren hoe Rapunzel ging. Ik ben eigenlijk best wel slecht in sprookjes. Het is voor mij te lang geleden. Eigenlijk moet ik ze allemaal gewoon weer een keer terugkijken. Oh, hier kunnen we uit. Hier kunnen we ons haar uit laten vallen. Oh, mijn prachtige lokken haar. Waar heb ik haar? Hair. Nee, oké. Okay. Misschien string. Ja. Ja. It's genius. Kom omhoog. Ik had beter ladders naar beneden kunnen gooien, bedenk me nu. Maar I like it. Hij is mooi. Je kan mooi over het alles heen kijken. Je ziet dat mijn render distance echt belachelijk laag is. Want mijn PC is echt belachelijk slecht. Maar we gaan gewoon lekker naar beneden. En we zijn beneden. En ik heb mijn strings weer. Hupsakee. Hashtag recyclen. Hier zien we ook nog het schip van Peter Pan natuurlijk. Of nee, van kapitein Haak. Oh, hier heb je ook nog een hele... Hoe heet dat nou? Wijzer. The Library uit Beauty and the Beast. Ontwerp en bouw David Dekker. Misschien komt er ooit nog een grotere versie. The Beauty and the Beast. Oh my god, dit is wel echt een beest. Oké, nou, de library, niet negatief bedoeld ook, maar die is natuurlijk wel een stuk simpeler dan de rest van de projecten. Kan ik nog een tof groot project vinden? Oh, dit was die beacon. Ik weet niet meer hoe ik daar kwam. Oh ja, via daar volgens mij. Oh, hier heb je nog het kerkhof. Het kerkhof! This is Halloween. Komt-ie. Hey, dat is David. Oh, volgens mij, ik bleef er gewoon de hele tijd op staan. Dat was niet de bedoeling. This is Halloween uit A Nightmare Before Christmas. Bouw en ontwerp David Dekker 1997. En de muziek ook door David gecomponeerd. Rechts hebben we Jack Skellington. Hij is mooier met een standaard skeleton skull. Ah, oké. Okay. Misschien omdat het nu Halloween is of zo. Rip de Dutchie. De Skyblock 2 Legend tot februari. Ach, pijnlijk, pijnlijk. En is one de Witch Wars Legend tot september. En Nerion. Zoveel rippies. Renen voor de zeer leuke maanden. Ah. Dit is de kleine versie van de Nightmare Before Christmas. Wie weet wordt het een keer uitgebreid. Als het budget het er natuurlijk voor is. Rip David, a.k.a. David Dekker. Maar hij loopt hier rond. It doesn't make any sense. Ik snap er helemaal niets van. Rip Stoin, de welbekende bouwer. Rip Sean, a.k.a. Tristan Schaap. En Rip de Questmaster. Oeh, Questmaster, pijnlijk. Pijnlijk. Dat is wel een heel pijnlijk puntje inderdaad. Volgens mij hebben we alles gehad. Ik kan wel even kijken naar het lijstje. Het piraatschip met Peter Pan hebben we gezien. Het IJsbeleid, toren hebben we gezien. De grotten, Godswinkel, de bibliotheek en het kerkhof. Ja, we hebben alles gehad. Wat super vet, jongens. En kijk nou even naar dit magische kasteel. Echt bizar vet gemaakt.
Dikke shout-out naar David en de rest van de crew. Ik vind het echt heel vet wat jullie hebben neergezet. En wat dit betreft zijn jullie ook echt een voorbeeld voor de rest van alle spelers. Om gewoon lekker samen lol te hebben. Lekker genieten van de server, wat het kan brengen. En kom dus ook gezellig langs als jij het ook een keer wilt proberen. play.dodecraft.nl. Op het moment omdat het Halloween is, dus tot het einde van de maand, is er ook nog 20% korting op alles. Dus op ranks, op coinboosters, op noem maar op. Kan je allemaal vinden op dodecraft.nl. Vergeet niet even deze video een duimpje omhoog te geven voor deze awesome gebouwen. En te abonneren, want ik maak natuurlijk elke dag om 5 uur een gaming video en om 7 uur vlog. En dan zie ik jou heel graag volgende keer bij weer een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.